Was dat zeg maar bijvoorbeeld wat jij zei van nou ja, we kwamen uit een andere wereld. Wanneer is dat, is dat al omgeslagen? Ik bedoel dat je merkt van nou ja, nu maak ik niet uit, wij horen er nu bij? Of? Ik hoor het nooit meer. Ik hoor nooit meer de ex-reclame mannen of nee, het zijn nee, dat is. De eerste keer dat wij speelden, nou wat zeggen we, november 99, dus dat is inmiddels bijna 10 jaar geleden. Vijf programma's verder, Carré gespeeld, meerdere dagen. Ja, op een gegeven moment kan je kan wel blijven mopperen dat het verdachte reclamejongens zijn die, die marketingsgewijs cabaret bedrijven. Maar dat houdt niet stand, daar prik je dwars doorheen. Wanneer is dat omslagpunt gekomen, weet je dat? Nou, ik denk dat het wel uitmaakt. Ik denk namelijk dat in al die kritiek heeft ook wel een puntje, een kern van waarheid gezeten. Niet zozeer dat we opportunistische en marketinggerichte terecht gingen, maar ik snap het wel. Ik snap wel dat als je heel serieus met dit vak bezig wil zijn, dat dit gewoon is wat je moet doen en verder niks. En wij werkten er nog naast. Dus wij hebben 5 jaar geleden onze banen, ruim 5,5 jaar geleden, onze banen opgegeven. En sinds ik dat gedaan heb, snap ik ook wel dat mensen die alleen maar dit deden, toch een beetje sceptisch kijken naar mensen die nog een baan in de reclame erbij hadden. Dan neem je het toch niet serieus. Nu zou ik dat zelf eigenlijk ook vinden. Maar toch, kwam, is ook het, toch kwam het omslagpunt veel later. Niet, na vijf, na, niet nadat wij ons werk hadden opgegeven, dat ineens dat iedereen dacht van, nou, oh, ze zijn toch serieus. Dat ik kwam weet echt. Niet wanneer het is. Wanneer dan volgens jou? Nou, ik weet niet of het aanwijsbaar is, maar het is alleen zo, het is eigenlijk net als. Als je met je auto door de Ardennen rijdt, op een gegeven moment ben je de bossen uit. Waar het nou precies eindigde, al de laatste boom. Ik hoor het in ieder geval nooit meer, maar het zal, ik denk, een jaar of 2,5. Tijd helpt alles om. Het vorige programma, daar hebben we recensiegewijs enorme hoge ogen mee gegooid. Het was ook een heel uniek programma op een manier gebracht die best wel gewaagd was. Zelfs voor marketinggerichte zogenaamde cabaretiers. En dat, ja, nou, sindsdien is het eigenlijk allemaal verstomd. Ik hoor er niks meer van. Ze zullen er beslist nog zijn, hoor. Ergens in de cabaretkroegen waar wij niet uitgenodigd worden. Absoluut. Maar dat is ook, ja. Ja, zoiets weet ik veel. We zijn ook wel. Ja, daar komen we wel op. Okay. Wat dat betreft ook wel zuiver in de leer geweest voor onszelf ook streng. Weet je, toen wij een platencontract kregen, toen zei de platenmaatschappij, en een marketingplan kunnen jullie misschien zelf wel schrijven. En toen hebben wij gezegd, nee, we zijn nu artiest, we maken liedjes, okay. Cabaretprogramma's, dat doen we niet. We bemoeien ons er ook niet mee. En ja, ik denk dat hoe meer mensen ons kennen en weten hoe serieus we met het vak bezig zijn, ja, dat gaat dan op een gegeven moment vanzelf wel. Ja, maar jullie hadden, zeg maar, jullie konden al wel wat. Ik bedoel, anders dan word je niet vanuit de niche, je wordt nummer 2. Ik bedoel, jullie zijn, wat ik wel heel benieuwd naar ben, welke wederzijdse vriend heeft jullie aan elkaar voorgesteld? Jurjan van der Meer. Ja, een jongen die bij mij op het reclamebureau werkte en een hele goede vriend van Remco was. Daar zat ik vaak mee in de auto en dan liet ik allerlei cabaret-cd's horen en liedjes van kijk, dat is mooi. En zei, ik heb ook een vriend die wilde ook wat zo graag meedoen. Schreven jullie al zelf? Nee, ja, ik wel. Hij wel, ja. Nou, Remco ook, heeft ook 1 voorstelling geschreven. Ja, maar dat was dan in ieder geval niet voor eigen gebruik. Het was wel echt in opdracht van een Amsterdam Studentenzeilvereniging waar ik lid van was. Ja. En die bestond al 10 jaar en dat was een soort lustrum cabaret. En iedereen die gevraagd was om dat te schrijven werd langzamerhand ziek of zwak of misselijk. Dus dan hielden ze nog maar 1 iemand over die het dan heel misschien wel zou willen. Ja. En, dus ik had al wel een programma geschreven, dat was niet zo goed. Vond jij ook niet, je hebt die videoband toen gezien. Maar de liedjes waar hij mee bezig was, daarvan dacht ik, ja, dat is wel wat, daar kan ik wel wat mee. Terwijl hij toen tegen mij zei, de eerste avond dat wij wat samen deden met elkaar, gewoon in een huis bedoel ik dan, schrijven bedoel ik. Ja. Dat zei hij ook van, zing eens. Zingen, doe even normaal. Nee, ik ga echt niet zingen. Jawel, zing nou even op een liedje. Nou, toen is dat zingen er langzaam maar bij gekomen. Dus, ja, toen wij ons inschreven voor Kameretten was het, we konden wel wat, maar het stond echt wel een beetje in de kinderschoenen. Het kan ook tekenend geweest zijn voor het niveau van de rest, hè, van dat jaar. Nee, klopt, maar ik bedoel, als je op een gegeven moment terugluistert, maar jullie zijn vrij snel gegaan daarna, ik bedoel. Die hit heeft wel geholpen, ja. Nou, daarvoor was het ook al wel. Ja, het ging ook heel goed hadden, in het theater. Volgens alle impresariaten hadden we een hele goede poster, ja. Dat waren dingen die wij. Die bedachten we wel zelf, maar daar dachten we niet van, kom, we gaan... Hoezo dan? Wat was er goed aan die poster volgens hen? Ja, het was een poster van half zo echt. Je kan het nog vinden op onze site, bij affiches. Het was een poster waar 2 mannen zaten in een redelijk modern huis met een espresso, weet je. De Nespresso was toen net hip, zeg maar. Dus ik zat met een espresso kopje, hij zat op zijn blote voeten. We keken allebei heel dromerig naar een vrouw en we zagen van die vrouw alleen maar een been in beeld komen. Op een hoge hak. Heel simpel. Maar suggestief. Ja. Suggestief.
twee mannen, de een keek stoer, een beetje geilig, de andere naar beneden, dromerig. Ook, naar een ander punt dan de andere naar de ogen. Het ging over mannen, vrouwen, de stoeren en de aaibaren. En er kwam seks in voor. Nou, verkoopt. Scoren. Ja, zoiets. Maar daar is nooit bij nagedacht. Weet je? We dachten van, nou, dat is mooi poster. En Cabaret Fettes, daar hebben we ook heel veel, meegedaan. Dan speel je dus in een soort carouselletje van drie. Soms voor of na de pauze, dat is dan een ding. Weet je? Wie na de pauze mag, dat is dan waarschijnlijk de beste. En dan op basis daarvan stond je ineens voor 600-700 man te spelen. En dan kon je daarna in het kleine zaaltje misschien, waar er dan 100 of 150 in konden. En dan was dat ineens zomaar uitverkocht. Toen al in het begin, omdat we daar een Cabaret Vet hadden gespeeld. Dan was het net leuk genoeg kennelijk om de mensen daar naartoe te trekken. En het avondvullend zat toen best wel geramd in elkaar ook.